Van harte welkom bij dit meerdaagse evenement van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. U gaat de komende dagen met elkaar spreken over de uitdagingen van het energiebeleid. En uitdagingen die zijn er. We hebben een nieuw regeerakkoord met een zware doelstelling 60% reductie van de CO2 in 2030. We krijgen het Europese pakket van Frans Timmermans. En we hebben de doelstelling uiteraard van het akkoord in Parijs. Kortom, er ligt heel veel werk voor u en voor mij op onze tafels. We kunnen dat alleen maar als we dat met elkaar doen. Dat betekent dat iedereen zijn of haar bijdrage moet leveren aan die energietransitie. Helemaal niemand uitgezonderd. We doen het overigens graag met elkaar. Want als we praten over de energietransitie, als we praten over goed klimaatbeleid, dan doen we dat niet alleen maar voor onszelf, voor de mensen die nu op de aarde leven, maar we doen dat vooral ook voor de komende generatie. En die komende generatie willen we evenveel kansen geven als die wij nu vandaag hebben. En daarom aan de slag, aan het werk. Ik wens u veel plezier en veel genoegen en vooral veel discussie de komende dagen.